Ik ga je bieten, jongen. Ik heb toch allemaal vuur-Pokémon? Ik weet dat jij bijna allemaal Steel-type-Pokémon hebt. Dit mag geen probleem zijn voor ons. Ik heb hier geen tijd voor, jongen. Ik wil Zamazenta vangen. Laat me Zamazenta vangen. Laat me met rust. En laat me je verslaan. Let's go. Jij nerdje. Kom maar op. Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en dit is de allerlaatste aflevering van de Fire Type Only Challenge. Maar maak je geen zorgen, er komt gewoon nog een Pokémon Challenge keihard achteraan. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd of jullie een Grass Challenge willen of een Water Challenge. Want ik zie dat jullie die twee toch wel het allermeest zeggen. Ik denk het wel al te weten welke jullie het liefst willen. Dus laat het vooral even weten in de comments. Welke challenge wil jij? En dan gaan wij even in deze laatste aflevering afrekenen met Swordward en Shubert. Ze hebben natuurlijk voor allemaal problemen gezorgd. Wij gaan alle gymleaders nog even helpen, waaronder deze Alistair. Yo, what up? Dusknoir. Oh ja, ik moet het nu alleen gaan doen, hè? In de vorige gyms gingen we allemaal met z'n allen lekker erin. Maar nu moet ik het natuurlijk weer alleen gaan doen. Dus ik moet nu toch wel misschien iets beter op gaan letten. Sowieso ben ik veel sneller dan Duskmar. Dus ik heb wel de eerste klap sowieso. Let's go, Scorbunny! Max Flare! Oké, de helft. Helemaal prima. Dit is niet het meest moeilijke stukje van deze game. Maar wil je weten hoe ik hier ben gekomen? Oké, wacht even. Hij heeft een ground attack opeens. Oké, nice. Maar ik wilde zeggen, wil je weten hoe ik hier ben gekomen aan het einde van de game? Check even de serie en vind je Pokémon content leuk? Vind je Nintendo content leuk? Druk dan zeker ook even op die abonneerknop als je dat nog niet hebt gedaan. Dan ga ik even door met Duskmar slopen. Ja, en het lukt. Helemaal nice. Arme Duskmar. Hij heeft er niet zelf voor gekozen om te Dynamaxen, hè? Dat hebben die soort worden Shubert gedaan. Dus we moeten even snel afrekenen met deze gozers. Oké, Alistair. Dit is ook weer gefixt. Dankjewel voor je leakart. Veel plezier met Duskmar. Later. Doei. En dan gaan wij weer door naar de volgende. Goedemorgen, Kurchester. Alles goed met jullie leuke mensjes hier zo? Het is nog een beetje koud hier zo. Lekker in IJsstad. Hallo. Ik kom je helpen, Melanie. Ze zegt dat wij onszelf in veiligheid moeten brengen. Maar je praat tegen de Pokémon kampioen, Melanie. Come on, dit kunnen wij wel. Let's go. Who's next? Ruff, Frostless! Ik heb er even Rotom voor gezet. Maar ik ben even vergeten of Rotom een goede fire aanval kent. Ja, hij kent er in ieder geval één. Dus ik kan Dynamaxen en even Max Flare op zijn bakkes. Hoppakee. Rotom! Ik ben nog steeds blij met Rotom in mijn team. Ik vind het echt een hele goede keuze dat we op het laatst toch nog Arcanine hebben vervangen met Rotom. Alhoewel. Rotom is niet snel genoeg. Maar de Max Phantasm move doet niet super veel damage. Dus dat is allemaal oké. Come on, Rotom! Max Flare die Frostless! Hoppakeetje! En of Rotom een fire aanval kent. Holy crap, one shot, alles. Sorry, Frostless. Maar je bent beter af zo. Jij mag naar Melanie toe. Wie wilde nou niet naar Melanie? Melanie is een hartstikke aardige trainster. Ja, BD die heeft het allemaal al gefixt hier zo. Die heeft de gedynamaxte Pokémon al verslagen. En die zit misschien nu wel in zijn teampie. En BD wil even een battletje gaan houden tegen mij. En Hop zegt van ja, daar hebben we helemaal geen tijd voor. Maar goed, weet je, laten we het dan toch maar doen. Let's go, Hoppie. Kom maar op met die battle. Voor de allerlaatste keer, hè. Het is hierna wel echt klaar geweest, Hop. Oké. Eerst de Mawau. Dionne, sloop die Mawau. Doe je flamethrower. Hoppakee. Heerlijk gedaan, Dionne. Next. Gardevoir. Dionne, Phenoshock. Hoppa. Oké, dat was geen one-shot. Oh nee. Oké, dit is elke keer vervelend. Dit was wel een one-shot. Freaking Gardevoir altijd, jongen. Go, Thomas. Oh nee. Ga nou niet zo flauw doen, BD, met je full restore. Je gaat het toch weer niet winnen. Ik win altijd van jou, BD. Ook al ben je gymleader geworden nu, ik win toch wel van jou. Come on. Hoppakee. Dikke doei. Later, Gardevoir. De volgende is een Rapidash. En dan stuur ik mijn superkonijn Ronald eruit. Ik blijf het een grappig gezicht vinden, jongens. Oké. Je gaat het nog echt moeilijk doen. Maar ik wou zeggen, ik blijf het een grappig gezicht vinden. Gewoon die Rapidash zo naast BD. En BD in zijn half roze pakje. It's weird, man. It's weird. Maar oké. My Little Pony is ook down. En BD zegt, ik denk dat je de sterkste kampioen bent in de Galarian history. Maar laten we bescheiden blijven. Ik heb nog een lange weg te gaan, zeg ik. En BD zegt, ik ga toch nog winnen. Want ik hou alle kracht uit jou. En dan zal ik je verslaan. Maar ja, met één Pokémon tegen vijf. Ik denk het niet, man. Sorry. Hier, Pyro Ball op zijn bakken. Oeh, oké, hij overleeft het. Nice.
GG Hattering. Je maakt gewoon nog bijna Ronald kapot, joh. Maar ja, wel met de nadruk op bijna, hè. Bijna, niet helemaal. Oké, vriend, je hebt je battle gehad. Thomas is naar level 67. Thomas en Job zijn gewoon een hoger level dan Ronald en Don. Oké. Hey, BD, ik ga er weer vandoor, ja. Ik ben weer weg. Ik moet Galar nog even redden van de ondergang. Dus als je het niet erg vindt, dan ga ik er nu even vandoor. Yo, tot de volgende keer. Oh, ik krijg ook nog even het kaartje van Opal. Ja, doei doei. Door naar de laatste. Ja hoor, daar zijn we weer. Bij zijn mooie slot. Of zijn kasteel of whatever. Misschien mogen we het zelfs wel een fort noemen. Hallo? Sonja, wat sta jij hier te doen dan? Oh ja, die Sword en Shubert, die zijn natuurlijk hier nog. Die moeten we nog even flink gaan nakken zo. Let's go, Ryan. Met z'n allen laten we dit fixen. Kom op. Er is geen tijd te verliezen, jongen. Oh ja. Oh ja. Hexorus. Oh nee. Laat ik hem eerst maar gewoon even burnen of zo. Misschien is dat het handigste. Max Wurmwind. Ga je nou gewoon, hè, een flying type attack doen? Heb je geen ground type attacks meer? Daarmee kan je me echt keihard slopen, Hexorus. Oké, Hexorus. Ik doe Hex op je bakkes. Oké, nu Iron Tail. Wat ben je mee bezig, Hexorus? Snap jij het leven niet? Dit gaat alleen echt veel te lang duren, ben ik bang. Ik snap niet waar die Hexorus nou allemaal mee bezig is, maar hij sloopt me wel. Oké, Dionne, wil jij dit even fixen met je Dragon Type Attack? Dynamax er maar even lekker op los. Bakken! Max Wurmwind! Hoppakee, koekje van eigen deeg, jongen. Jij deed die aanval net op mij, maar op jou is die super effecte vriend. Hoppakee! Toedeledoke! Oké, Ryan. Dit is ook weer geregeld. Dan moeten we nu nog even afrekenen met die Sword Ward en Shubert dudes. Ja, we worden gebeld door Sonja. Die zegt, hey, ik ben in Hammerlock Stadium. Ja, duh. We hebben elkaar net nog gesproken. En dan zegt Pierce, we moeten naar Hammerlock Stadium. De ingang daar naartoe is in de hal. Terwijl, daar staan we nu. Alright, let's go. Let's do this. Sonja, ik ben er! Sonja zegt, ben je alweer terug? Ja, laat Jemper het even fixen dan. Hier, Jemper, zap even de knop gewoon kapot. En hoppakee, ja hoor, let's go. Jempertje! Ja hoor, daar is die. Freaking Shubert, jongens. Shubert, kom maar op met die battle. Ik zie dat je je fanclub weer hebt meegenomen. Oh, arme droeftoeter. Kom nou maar op met die battle. Je kan wel lekker veel zitten praten, maar laten we gewoon even gaan battelen. Je moet gewoon niet zo stoer doen, jij. Ik ga je beaten, jongen. Ik heb toch allemaal vuur-Pokémon? Ik weet dat jij bijna allemaal Steel-type-Pokémon hebt. Dit mag geen probleem zijn voor ons. Ik heb hier geen tijd voor, jongen. Ik wil Zamazenta vangen. Laat me Zamazenta vangen. Laat me met rust. En laat me je verslaan. Let's go. Jij nerdje. Kom maar op. Ja, dat wist ik. Ik wist dat jij met Surfetch ging beginnen. Dus ik begin met Joppie. Omdat ik dacht dat Discharge super effective zou zijn, maar blijkbaar is Surfetch geen flying type meer. Ofwel. Ja, hij is flying en ijzer natuurlijk. Dus daarom is het niet super effective. Nee, hij is fighting. Anyway, boeien. We zijn toch veel te snel voor Surfetch, dus het is alweer klaar. Tikke doei. Mazzel, later! De volgende, Phalanx. Overheat! Ik zeg toch, jij bent geen probleem voor mij, Shubert. Dan nu Bronzong, dat mag jij even gaan fixen, Bardo. Lelijke Pokémon, die Bronzong. Komt-ie hoor, alsjeblieft, Fire Lashy. Wat? Hij houdt gewoon 1 HP over, deze lucky bastard, jongen. Ga je me laten slapen? Nee, want dat lukt je niet. Je mist je aanval. Lekker voor je. Hij heeft me nog geen één keer geraakt. Ik weet niet of hij het door heeft, maar hij heeft me gewoon nog geen één keer geraakt. Zit hij zo stoer te doen? Heeft hij zoveel woorden nodig? Kan hij me niet eens raken? We gaan hier Shubert gewoon verslaan zonder geraakt te worden, jongens. Wat een nerdje. Met je klinklang. Oh ja, ja. Stel het nog even uit. Weet je, doe gewoon even protect en zo. En het enige wat daarmee gebeurt is dat de battle gewoon veel langer duurt. Hoppakee. Komt ie hoor. Pyroball op je bakkes. Terwijl je volgens mij geen eens een bakkes hebt, klinklang. Yo, later. Bedankt voor de XP. En tempo. En nu opzouten. Uit de weg. Maak plaats. Hoppakee, je bent verslagen. Wegwezen. Ja, zie je? En ja, dat was de enige bedoeling. Gewoon tijd rekken. Laten we gewoon snel naar boven gaan. Want hier is de meest epische battle van Pokémon Sword and Shield. Daar staat hij hoor. Zacian. En Zacian is boos. En Zacian wil Sword Ward aanvallen. En dat snap ik wel. Want het zijn twee choppies, jongen, die gasten. Maar Zacian, die is zichzelf niet. Kijk, hoppakee. Heel goed. Heel goed, Zacian. Werk hem maar op de grond. Leer hem maar even een lesje. Maar ja, we moeten Zacian wel even stoppen. Ja, het is toch wel een dingetje. Zacian is wel even level 70, hè. Dus we hebben dit niet heel makkelijk gewonnen. Ik denk dat Bardo nu ook gewoon strakjes even down gaat. Dit kunnen ze niet met z'n allen overleven. Ja, helemaal niet als die Sacred Sword gaat doen. Want dan is het gewoon klaar. Oké, next. Job, kom op. Dit is de Iron Head. Oké, dat is helemaal prima. Wij doen eventjes overheat. Hoppakee, lekker. Ja, dit gaat de goede kant op. Zolang jij Iron Head blijft doen, helemaal prima. We hebben hem bijna.
Maar nog niet helemaal, want we zijn natuurlijk al onze special attack ook aan het decreasen. Session gaat over op crunch en dat doet pijn. Why you do this to me? Een session is ook gewoon even sneller dan Ronald. Dat is toch wel balen, jongens. Die session is wel behoorlijk snel. Maar dit ja, hoppakee. Oké, session, rustig. Chill hem. Even rustig worden weer, jongen. Even konkalma. Oh nee, hij valt hop aan. Maar daar, ja, jullie kennen het verhaal, hè. Jullie kennen het verhaal. Daar is Zamazenta. Super toffe Zamazenta. De ultieme legendarische baard-Pokémon. En ja, ze zijn eventjes met elkaar in discussie. En Zacian is verdwenen. Zacian die is gewoon klaar. Die denkt, dik doei. Ik ga er vandoor. Hop, die pak het verroeste zwaard. Die is weg. Die gaat achter Zacian aan. En wij kijken diep met onze vurige ogen. In de ogen van Zamazenta. En daar gaan we. Zamazenta, die wil ons battelen. Kom er maar bij, legendarische baard-Pokémon. Ik vind dit echt een van de tofste legendaries ooit, denk ik. Ik vind deze zo cool. Ik vind deze cooler dan Zacian ook. Deze is gewoon perfect in balans of zo. Kijk hem gaan, jongen. En ik gooi gewoon gelijk de masterbal. We gaan hem gewoon gelijk vangen. Het is klaar. Kom er maar bij, jongen. 1, 2 en 3. Yes! Zamazenta! Nou, Zamazenta mag natuurlijk niet in ons team, want Zamazenta is een fighting type Pokémon. Ik ga hem dan ook geen nickname geven. Hij mag naar de boxie. Ja hoor, en dan moeten wij nog één ding doen om deze game definitief uit te spelen. En dat is in ieder geval even voor nu afscheid nemen van deze mannetjes. En dat is nog eventjes naar Hop toe om hem uit te dagen voor een legendarische battle met hem en Zacian. De allerlaatste battle in deze Pokémon Fire Type Only Challenge tegen Hoppy. Met zijn session. En daarna is het klaar. Dan is het gewoon helemaal klaar. Ja, en ik zei dat Hop de vorige battle sterker was dan normaal. Maar in deze battle is hij echt opeens een baas geworden, jongens. Heeft hij opeens een session bij zich? Is hij opeens een stuk slimmer? Zijn zijn Pokémon een stuk sterker? Let's go! We gaan hem afsluiten. We gaan de serie afsluiten, Hop. Jij en ik samen, zoals we ook zijn begonnen. Kom maar op met je double. Ik begin met Thomas. Volgens mij wil jij gaan double-edgen. Maar als het goed is, raakt hij mij niet. Kijk, die double. Je ziet het al. Ja. Wij gaan voor overheat. Ik maak hier Thomas wel een beetje, ja, ik kan hem dan hierna niet echt meer gebruiken, denk ik. Want mijn special attack gaat behoorlijk van naar beneden. Maar Dubwoo is in ieder geval gelijk in één keer klaar. Hoppakeetje, daar gaat Pokémon nummer 1. Level 69, hè, niet vergeten. Job en Dion, hè, leveltjes omhoog. Wie ga je als tweede inzetten? Snorlax. Ja, weet je, ik zou het gewoon kunnen blijven proberen met Chandler natuurlijk. Gaat wel iets langer duren, denk ik. Want ik maak mezelf steeds zwakker als ik overheat gebruik. Oh, dit werkt zelfs helemaal niet. Oké. Okay. Oh, en je kent Earthquake. Oké. Dit is dus wat ik bedoel, jongens. Thomas die gaat dit alvast niet overleven. Oké, en hij avoidt ook nog mijn Will-O-Wisp. Dus ik burn hem ook niet. Nou, bedankt, hè. Bedankt, Hoppy. Lekker bezig, pik. Ja, ik denk dat Snorlax een probleem gaat worden, lieve dames en heren. Doe even toxic. Oké, dit werkt wel, gelukkig, oké. Ik heb hem nu behoorlijk vergiftigd. Ja, hij gaat natuurlijk gewoon keihard door met Earthquake. Hij gaat gewoon door met het slopen van mijn Pokémon. Dion is in één keer dood. Earthquake is een probleem. En niet zo'n klein probleem ook. Oké, Ronald. Jij moet het eigenlijk gewoon in één keer gaan doen, want anders dan gaat het niet goed komen. Oh, je mist. Je mist ook nog. Iedereen gaat kapot. Is badly poisoned. Ik ga eens even mezelf healen met een hyper potion. Hoppy gaat lekker door met zijn earthquake. Oké, hij sloopt me gewoon, joh. Doe eens normaal. Ook nog een critical hit. Je hebt ook nog alle geluk van deze wereld. Oké, Job, let's go. Als jij een earthquake op je bakkers krijgt, is het klaar. Come on, overheat. Please. Doe genoeg damage op Snorlax. Dit werkt helemaal niet. Het werkt niet. Hammerarm. Waarom? Is je earthquake op? Oké, gaat de poison nu zijn werk doen? Is die kapot? Nee, en dan gaat hij waarschijnlijk een full restore gebruiken, denk ik. Ja hoor, een full restore. Dan is ook de poison weg. Hop gaat me keihard slopen. Tenzij die nu gewoon continu paralyzed is. Maar ja, hij is nu wel paralyzed. Maar hij gaat nooit 5 rondes lang paralyzed zijn. Kom op, Proton. Oké, hij is nu wel steeds paralyzed. Wacht even. Ik heb max revives. Of misschien kan ik het wel af... Nee, ik ga wel voor max revives. Oké, ik ga Ronald sowieso even max reviven. Daar komt weer een hammerarm. Ja, volgens mij is de earthquake op. Wat een battle is dit, jongens. Wat een battle. En nog een keer hammerarm. Ja, oké, maar die doet niet zo heel veel damage. Dus eigenlijk is dat prima. Ik ga nu gewoon een hyper potion geven aan Job. En dan zijn er gewoon 5 mensen van mijn team. Ja, mensen. 5 Pokémon in mijn team. Die zijn weer zo goed als helemaal geheeld. Dus oké. Ik kan natuurlijk ook Dionne nog even healen. Dan is iedereen weer fit. Ik ga gewoon iedereen reviven. Dit is wel heel mooi dat dit gewoon lukt, jongens. Yes. Oké, alle andere 5 Pokémon zijn gewoon weer volledig
tegenhield. Dan maar zo, hè. Als het niet normaal lukt, als hij opeens een freaking earthquake kent, dan moeten we het maar zo oplossen. Ondertussen raakt hij me nog best vaak, vind ik eigenlijk, hoor. Maar ja, ga maar even door met discharge dan. Dit gaat echt heel lang duren, maar dat maakt niet uit. Hoppa, joppie, nog een keer discharge. Ik heb er denk ik nog wel 3 nodig of zo. Hij raakt me wel vaak, trouwens. Dat vind ik wel even minder. Ik heb je toch niet voor niks geparalyzed. Gevecht met Snorlax duurt ondertussen al 10 minuten, maar maakt niet uit. Maakt helemaal niks uit. Uiteindelijk zal hier een winnaar uitkomen. Maar ja, weet je, als ik straks tegen Zacian moet, dan moet ik misschien wel even pas op plaats maken. Oh, Heavy Slam opeens? Oké, dat is een probleem. Oh, dat is geen probleem. Dat is not very effective. Ik dacht dat dat een probleem ging worden, maar Heavy Slam helemaal chill. Dus blijkbaar is zijn Hammer Arm nu ook op. Ik heb gewoon 2 aanvallen helemaal opgemaakt van Snorlax. En nu is het klaar, Snorlaxie. Ik heb de langste adem. En ik heb de meeste healing items. En ik heb 3 Pokémon die een level omhoog gaan. Oké, next. Rillaboom. Omdat Snorlax zo lang duurde, ga ik proberen om Rillaboom heel snel te verslaan. Daar is die hoor. Onze gigantische aap. Ik ben sowieso sneller dan Rillaboom. Toch? Ja hoor. En ik raak mijn Pyroball gelukkig. Ik mis hem niet. Hoppakee. Ja hoor. Doei doei Rillaboom. Dit is een stuk minder groot probleem dan Snorlax. En de volgende hoor. Pinchurchin. Die heeft hij ook gewoon nog steeds bij zich, hè. Wat een gek joh. Heeft gewoon nog steeds Pinchurchin. Deze kleine stekelachtige beelgezicht Pokémon. Pak hem. Oké. Maar Pinchurchin kent gewoon freaking Liquidation. Dat doet mij zeer. Het doet hem ook zeer, want hij wordt gedamaged door mijn Rocky Helmet. En hoppakee, hij wordt ook geburned. Ja, dan ga ik hem wel verslaan met Heatcrash, toch? Heatcrash is dan wel voldoende, toch, voor deze Pinchurchin? Dat moet haast wel. Ja hoor. Oké. Dan nu. Corviknight versus Salazzle. Flamethrower. Ik ben benieuwd of die sterk genoeg is om hem in één keer te verslaan. Want Flamethrower is wel echt heel sterk. Bijna. Net niet. Dit is jammer. Oh, dan doet Corviknight Lightscreen. Ja, nu heeft hij zijn team geprotect tegen special moves. Ja, en als je dan weet dat zometeen Zacian eraan komt, dan is dit niet heel chill wat Corviknight nu gedaan heeft. Bedankt, hè. Ton gaat nog even naar leveltje 68. En daar is hij hoor. Zacian. De ultieme vorm van Zacian zelfs. Ik ben heel erg benieuwd wat dit gaat worden. Het is natuurlijk wel een Steel-type Pokémon, dus wat dat betreft zouden we moeten kunnen verslaan. Moet alleen hopen dat één van ons sneller is. Ja, dan zet ik mijn geld toch op Ronald. Kom op, Pyro Ball, zijn we sneller? Oh nee. Close combat. Oh my gosh. Ik ben bang dat hij al mijn Pokémon gaat slopen. Ik ben er echt bang voor. Ik doe hem in ieder geval damage als hij mij raakt. Dus dit is niet de meest charmante techniek om dit eventueel te gaan winnen. Maar ik gebruik gewoon een Hyper Potion. En hij gaat mij sowieso raken met close combat. Dat doet heel veel pijn. Ja, nee, oké. Zelfs dat heeft geen zin. Oké, met zijn Flame Body. Met Flame Body heb ik hem nu wel geburnt. En hij wordt geraakt door mijn Rocky Helmet. Dus ik heb hem. Ik kan hem nu soort van raken. Oh, man. Mag Bardo jou 1 keer raken? Oké, Bardo mag jou 1 keer raken. Want jij doet Wild Charge. Daar krijg je recoil van. Je bent burnt. Dit is super effective. Ja! Woe! Lekker! Ik dacht eventjes echt dat Zacian mijn hele team ging slopen, jongen. Maar gelukkig, Bardo, jij held. Dankjewel. Door alle recall dingen, door de status effects, door de rock dinges van... Nou ja, kom er niet meer uit. Thomas, Ronald, Dionne, Bardo. Jullie allemaal bedankt voor dit geweldige avontuur. Het is helemaal klaar. We hebben Hop verslagen. Dit was het laatste wat we moesten doen in deze Pokémon Fire-type only challenge. We hebben het gewoon gefixt, jongens. We hebben de hele game uitgespeeld met alleen maar vuur-Pokémon. Ik vond dit hartstikke leuk. Ik heb er heel veel zin in om dit nog een keer te gaan doen. Maar dan met een ander type. Als jij dat wil, doe zeker even een blauw duimpje omhoog. Laat een reactie achter hieronder in de comments. Druk op die abonneerknop als je dat nog niet gedaan hebt. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Tot daar of tot bij de volgende challenge. Mazzel!